Ruim een half uur geleden, om 6 uur, is Radio Scorpio opnieuw in de ether gegaan in Groot-Leuven. De oudste vrije radio van Vlaanderen heeft bijna 2 jaar gezwegen, maar nu is er een nieuwe studio en een nagelnieuwe programmatie. Op dit moment wordt die voorgesteld tijdens een live uitzending met receptie in het gebouw van Loco in de Smeijerstraat. Daar heeft Scorpio een nieuwe thuis gevonden. Alles is klaar om uit te zenden. De studio is klaar. Nu zijn we nog net hier de eerste ruimte wat aan het afwerken. Een beetje schilderen, nog eens stofzuigen, bureau opstellen en dat is het. De verf gaat droog zijn tegen vanavond? Op de pot staat dat het na 1 uur droog is, dus eigenlijk. Tegen vanavond moet het wel droog zijn. Ja. Dat is hier de nieuwe studio van Radio Scorpio, in de gebouwen van Loco. Hier was dus niks oorspronkelijk. Een aantal dingen zijn nieuw gekocht. En vanaf hier gaan dus de uitzendingen doorgaan. Vanmorgen om 10 uur leek de eerste uitzending nog ver af, maar Radio Scorpio heeft al andere katten gegezeld. 2 jaar geleden moest de zender weg uit het Arenberg Instituut. Er volgde een administratieve leidersweg op zoek naar een nieuwe zendvergunning, een zendmast en een studio. We hebben een studio gebouwd, een zendmast neergepoot. Dat heeft toch wel wat moeite gekost. En ik denk dat iedereen nu wel blij is dat we terug eindelijk met het echte werk kunnen beginnen. Gewoon het maken van radio zonder al de administratieve rompslomp die er nu aan vooraf gegaan is. Vanuit het gebouw van de overkoepelende studentenorganisatie zendt Scorpio vanaf vandaag een hele reeks nieuwe programma's uit. Er is om te beginnen elke avond nieuws van 6 tot 7. En dan zijn er tot 10 uur gepresenteerde programma's die ofwel een specifiek muziekgenre behandelen of meer informatief over film, podiumkunsten, strips, dat soort programma's. En dan vanaf 10 tot 1 is het de dansmuziek die aan bod komt, met elke weekdag ook een ander genre. Radio Scorpio, 106 FM. Dat maakt 36 nieuwe programma's en zo'n 70 vrijwillige medewerkers. Dat is veel, maar het mogen er nog meer worden. Nu dat we bijna 2 jaar uit ether geweest zijn, een nieuwe lichting van studenten kent eigenlijk Scorpio niet meer. Dus ik ga er wel vanuit, nu dat we terug in de ether zijn, dat het aantal vrijwilligers wel nog zal toenemen. Dit is Radio Scorpio 166. Voor geïnteresseerden staat er een link naar de Scorpio-website op Ropnet. En om Scorpio te horen, moet je afstemmen op 106 FM.